De Competitive Unit Suriname KUS van het ministerie van Handel en Industrie heeft gisteren een persconferentie belegd om informatie te verschaffen over het elektronisch register voor zekerheidsrechten op roerende goederen in Suriname. Het elektronisch register is een centraal systeem waarin het zekerheidsrecht op een roerend goed wordt geregistreerd. Potentiële kopers kunnen via dit register onderzoeken of het roerend goed dat ze willen kopen reeds als onderpand gegeven is. Dit register is gekoppeld aan de ontwerpwet zekerheidsrechten op roerende goederen. Sigrid Burleson, minister van Handel en Industrie, geeft aan dat in het register er echter geen informatie te vinden zal zijn over leenovereenkomsten. Volgens de bewindsvrouw geeft het elektronisch register een zekerheidsrecht. En het zekerheidsrecht is per de datum dat er is geregistreerd dat iemand een roerende zaak als zekerheid neemt en het in het register laat beschrijven. Waarom is het zo sterk? De persoon krijgt een aantal rechten. Raakt het goed zoek, dan kan hij het van elke nieuwe vinder of een zogenaamde nieuwe eigenaar, een tweede koper, terughalen. Hij kan het versneld executeren en zichzelf daaruit betalen. Hij heeft dus een aantal rechten in de trant van snelle executie. Dus het is ook nog een ontlasting van het rechtssysteem. Ja, de crediteur, degene die geld leent, de geldgever of zekerheidsnemer. Sigrid Burleson, minister van Handel en Industrie. Zij heeft gistermiddag een persconferentie belegd over het elektronisch register voor zekerheidsrechten op roerende goederen. De persbijeenkomst is gehouden in de grote vergaderzaal van het ministerie. Het register is voor iedereen toegankelijk via een mobiele telefoon, computer, laptop of tablet. Het systeem is eenvoudig en erg gebruiksvriendelijk.